Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 oktober 2015. Dit is het bulletin van maandag. Aan het eind van de uitzending hebben we een extra test met 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. In 7 seconden vrijwel de gehele uitzending. Op de Veron website staat een artikel over het gratis Veron Contest programma dat al sinds 23 jaar door Evert PA3 AEQ wordt onderhouden en dat ook door hem gemaakt is. Met dit programma kunnen deelnemers aan de PA Beker en de PACC contesten hun logboek in het zogenaamde Cabrillo formaat aanleveren. Elk jaar wordt het Veron logprogramma bijgewerkt en aan de nieuwste stand aangepast. Deze nieuwe versie van 2016 heeft een metamorfose ondergaan. Om het iedereen gemakkelijk te maken kan de gebruiker kiezen uit maar liefst 9 verschillende lettersoorten. De een wil nu eenmaal kleine lettertjes of een schuine letter. De ander kan het wat moeilijker zien en wil geen schreefletter, maar een robuuste, volle letter op het volledige scherm, zo schrijft Veron.nl. Ik ken Evert, de maker van het programma, al heel erg lang. Hij heeft heel in het begin van de wekelijkse Daily Minutes uitzendingen ook een aantal adviezen gegeven, zonder welke de uitzendingen misschien wel niet waren uitgegroeid tot wat het nu is. Veron.nl heeft nog een interessant artikel dat gaat over een vergadering van de Administrative Council van de IARU, die plaatsvond begin oktober. Deze council is verantwoordelijk voor het beleid van deze wereldoverkoepelende organisatie die onze belangen als amateur behartigt in diverse belangrijke gremia. De Administrative Council erkent, opnieuw volgens Veron.nl, dat de antenne een integraal onderdeel is van elke radiocommunicatieinrichting. De Administrative Council nam daarom een resolutie aan die de IARU-leden maand om bij hun overheden erkenning te krijgen voor het belang van de antenne voor de radioamateurdienst. Namens Nederland is de Veron lid van de IARU. IARU-leden moeten pleiten voor het maken van wet en regelgeving waarin het belang van de antenne voor radioamateurs wordt vastgelegd. Daarin moeten geen beperkingen worden vastgelegd voor antenneplaatsing. Ook moet het in rekening brengen van een vergoeding voor het gebruik van een amateurantenne worden ontmoedigd. De Veron gaat deze resolutie nu bij de Nederlandse overheid aankaarten. De council wil verder dat de internationale organen die normen maken proactiever worden benaderd. Dat is nodig om de IARU-doelstelling te realiseren dat vervuiling van het radiospectrum door ongewenste radioemissies moet worden teruggedrongen. Ook Veron ziet de vervuiling van de amateurbanden als een grote bedreiging voor de amateurdienst. Het hoofdbestuur ziet het belang van zo'n proactieve houding, maar ziet tegelijkertijd ook het probleem van traagmalende ambtelijke molens. Het volgende bericht ligt al wat langer, maar ik wil het toch oppakken. Verschillende bronnen melden dat 2 repeaters in Eindhoven terugkeren. PI2EHV op 70 cm en PI6ENH op 23 cm. Beide repeaters verdwenen ruim een jaar geleden uit de lucht omdat ze hun vaste stek kwijtraakten. Momenteel werkt een groep amateurs aan het herstel van de repeaters en het inregelen van de filters. Laat ik in de uitzending trouwens maar eens een keertje reclame maken voor de eigen winkel. Nou ja, het klinkt erger dan het is. Ik bedoel geen commercieel project. Maar ik ben met een paar andere amateurs al een aantal jaren betrokken bij de site centamateur.com. Ik plaats sinds kort weer geregeld een linkje naar de Daily Minutes op die site. En dat levert inderdaad een aantal hits op. Dan moet ik hier natuurlijk ook iets terug doen voor die extra belangstelling. Nou, bij deze. Met de lange uitzending had ik lange tijd het niet-amateur onderwerp. In de meeste gevallen ging het al om een van de verhalen uit de 10 jaar geleden door mij geschreven serie over micronaties. Die rubriek was destijds heel populair, dus ik wil hier ook een keer een deel van die serie proberen. Als het goed valt, kunnen we dat vaker doen. Dit is deel 1 van 2 afleveringen over het microlandje Neutraal Moresnet. Ik ben verzot op grenzen, landsgrenzen wel te verstaan. Ik ben erdoor gefascineerd. Steeds weer verbaas ik mij over mensen die aan weerszijden van de grens wonen. In Drenthe bijvoorbeeld, waar een deel van mijn familie vandaan komt, is er in taal en cultuur nauwelijks verschil aan weerszijden van die grens. Ook in streken als bijvoorbeeld Limburg nabij Sittard, waar het gebied aan de Duitse zijde van de grens Zelfkant heet, en bij Kerkrade Herzogenrath, zijn de mensen aan weerszijden van de grens elkaar bijzonder goed gezind. Op andere plaatsen, zoals in Nijmegen bijvoorbeeld, zijn de verschillen groter. In Venlo heeft de bevolking vaak een regelrechte hekel aan de mensen die van de andere kant van de grens komen om daar hun inkopen te doen. Dat laatste kan misschien ook komen doordat er in Venlo al jaren een Duits winkelgebied is, waar je in de guldenstijd zelfs alleen maar met D-marken kon betalen. Ik kocht er wel eens een bakje aardbeien en constateerde dat het meisje achter de kassa hoegenaamd geen Nederlands sprak. Wonderlijk. Ook kan het zijn dat die tegenstelling juist daar ontstaan is, omdat in deze regio aan het begin van de oorlog de Duitsers per trein ons land het eerst binnenvielen. De eerste plaats waar dat gebeurde was Gennep, ten noorden van Venlo, net onder Nijmegen. Ik ben eens met een fietstocht op het Drielandenpunt geweest. Tenminste, dat dacht ik. Een straatnaambord, 4 Lenderstraße, in als ik me niet vergis het Belgische deel, wees namelijk op een Vierlandenpunt.
Nooit heb ik begrepen hoe dat zat, tot ik eens bij Wikipedia naar de mini-staatjes van Europa, Vaticaanstad, Monaco, Andorra, San Marino aan het kijken was en zo de oplossing van het raadsel vond. Ruim een eeuw lang, van 1816 tot 1919, was het namelijk inderdaad een vierlandenpunt. Het vierde landje hield aan het begin van de 20e eeuw op te bestaan en behoort tegenwoordig tot Duitsstalig België. Neutraal Moresnet heette het landje en het was een soort van driehoekig van vorm, 3,5 vierkante kilometer groot en lag met de bovenpunt tegen het huidige drielandenpunt aan. Het mini-staatje, dat dus precies 103 jaar heeft bestaan, ontstond doordat Pruisen, net na de tijd van Napoleon, oneenig had over de grens met de toenmalige Nederlanden waar België destijds nog deel van uitmaakte. De onduidelijkheid ging over een winstgevende zinkmijn. Morgen dus het vervolg. Echo, Golf, Lima, Oscar, Victor. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.